is alweer een tijdje terug dat we een vlog hebben gedaan. En dit keer hebben we echt een aanleiding om een mooie vlog te maken. We zijn namelijk uitgenodigd voor de hoefslag om iets heel erg leuks te gaan doen. Ik heb daar onwijs veel zin in en jullie zullen er zo achter komen wat het is. Maar eerst gaan we bezig met voorbereiden. Yeah.
hartstikke leuk. Daar heb ik echt wel veel van opgestoken. Natuurlijk weet ik dat wissels nog ietsjes beter moeten. En daarvoor waren we ook hier. En daar hebben we aan gewerkt. Verzameling. We hebben aan gewerkt. Dus daar gaan we nog even op doorborduren. Nou, zoals jullie nu gezien hebben, zijn wij bij Isabel Weert geweest. De dressuurkoningin van dit moment. Het was toch wel een hele gave ervaring om mee te maken. En ik vond Dio helemaal geweldig. En ze was super enthousiast. We hebben net nog even nagekletst en ze vond het helemaal leuk. Nou ja, wij ook natuurlijk. Vond jij het leuk? Ik vond het heel leuk. Ja? Zijn er dingen waarvan je denkt van ja, dat heb ik van vandaag meegenomen? Nou ja, sowieso dat ik af en toe echt even die voorbereidingen, dat ik die moet afwerken. Ik bereid wel voor en dan gaat het soms wel eens een keer mis en dan denk ik, oh ja, dat ging mis. Maar dan moet je niet denken, oh ja, dat ging mis, dan moet je denken, hey, dat mag niet misgaan. Nou, daar was ze wel aardig pittig op en dat is goed. Ik ben nooit te oud om te leren. Ging het eraf, dat ik hem erg goed tussen twee teugels hou, dat ik de buiging goed voor elkaar hou en dat ik dat achterbeen actief hou. Nou, dat weet je in principe ook wel, maar het is wel heel fijn als je ermee bezig bent en je krijgt net even dat gevoel van ja, dit is goed. En ze is natuurlijk ontzettend fanatiek, het lijkt wel alsof ze je tijdens de les, je komt bijna niet meer uit de woorden, zo fanatiek wordt ze en ze wil het je bijna inbeamen. En ik probeer dat dan ook wel op te slokken. En soms wil ik dan zo goed mijn best doen. Ik ga dit doen. Ja, sorry. Soms wil ik dan zo goed mijn best doen. En dan weet ik niet helemaal precies wat ze bedoelt. Ja. Maar uiteindelijk. Ik wilde iets gezond zijn. Er was niet. Er was niets gezond te krijgen bij het tankstation. Ik vind dat niet te kunnen. We waren in Duitsland. Die hebben altijd heerlijke broodjes. En wat kregen wij? Chips. Nou, onze dag zit erop. Hoe geweldig was dit? Het is inmiddels 9:15. We reden weg vanmiddag rond 12:00. Een enerverende dag dus. Met nou ja, veel dingen gezien, beleefd, gedaan. Hij lijkt nog aardig fit, maar morgen heeft hij toch ietsje rustigere dag. Ik niet. Ik moet weer aan de gang morgen. En ik hoop binnenkort dat er wel weer leuke dingen op het spel staan. Dat we dat kunnen gaan bekijken. Leuk dat jullie er waren. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Tot de volgende keer.